In de Reditex Art Gallery wordt de expositie In the Face of Change gehouden. Bij deze expositie hebben kunstenaars de COVID-pandemie uitgebeeld in hun schilderijen. In de werken is te zien hoe de kunstenaars hebben ingespeeld op de huidige situatie rondom COVID-19. Monique Noshiwa, directeur van Reditex Art Gallery, vindt het een interessante en aparte expositie. Iedereen heeft een ander werk gemaakt. Sommigen die zeggen, kijk, mijn werk heeft een vast beeld. Ik laat me daarvan niet afleiden, dus ik werk consequent door. Anderen, zoals bijvoorbeeld meneer Klaas, die hebben wel gereageerd op hoe wij er tegenwoordig uitzien. Allemaal met een mondkapje. En dat is dus wel van belang, want 30 jaar van nu of 100 jaar van nu, wanneer iemand met dit werk, wanneer dit werk ergens opduikt, dan gaat men zich afvragen waarom heeft hij dat geschilderd. De familie van Suki Irodikromo heeft twee nieuwe, nooit eerder getoonde werken van hem beschikbaar gesteld voor de expositie. Er doen 14 kunstenaars mee aan de expo in The Change of Face, zegt Noshiwa. Rinaldo Klas geeft aan dat hij veel van de wereld heeft gezien wanneer het gaat om COVID-19 en dat kan je dan terugvinden in zijn schilderijen. Ik heb het in mijn schilderijen verduidelijkt. Dus dat eigenlijk we weten over ons van, dat wij met een neusmondkap moeten rondlopen. Maar wat about de dieren? Van de dieren weten wij niet helemaal niet. Weet je, een paar jaren geleden waren vogels uit de lucht komen vallen. In Nederland was het gebeurd en ook in Amerika. Weet je, en dode vissen in de rivieren, los van de olifants, maar gewoon dode walvissen, dode dolfijnen. Weet je, en ja, dus de wereld is zo veranderd, dus dat dingen gebeuren. Wat je zegt van, ja, maar waarom dit allemaal? En wat ons te wachten staat, gebeurt ook in de natuur. Rinaldo Klas, samen met 13 andere kunstenaars, doet hij mee aan de expositie In the Face of Change. Deze expositie wordt gehouden in de Reditex Art Gallery en de expo duurt tot en met 28 november.